Hallo jongens en meisjes, welkom terug bij een gloednieuw video. Vandaag jongens en meisjes, een gloednieuwe Lego Marvel Super Heroes 2 video. En vandaag jongens en meisjes, gaan we geen missies doen, maar je ziet het waarschijnlijk al aan de titel. We gaan een level spelen, of een level doen. En het is vandaag het level, of ja eigenlijk dit is het eerste level dat we gaan spelen van Gwenpool. Dus ja, eigenlijk de vrouwelijke versie van Deadpool. Maar laten we zeggen, zij is veel anders. Zij heeft een soort van de kracht om... Zij leeft in onze wereld, dus zoals wij onze superhelden kennen, Superman en Batman. Eigenlijk, het is van Marvel, dus Iron Man, Spider-Man, Hulk. Zij kent alles van de superhelden. En hey, kijk, daar is ze. Ze kent alles van superhelden. En ze kan in de comic, eigenlijk naar verschillende plateaus gaan. Dus bij strips hebben we zo die vierkantjes waar je dan de mannetjes ziet en praten ofzo. Zij kan gewoon van één plaatje of de ene tekening naar de andere gaan. Dus ja, als je dat nog niet wist, dat is een superkracht dat zij min of meer heeft. Dus ja, laten we dan maar kijken naar de level. But what about the guy who did it last time? Heeft ze het dan over Deadpool? En Lego Marvel Super Heroes 1 deed Deadpool die missies. Dus hey, dat is tof. Hello daar, Gwenpool. En ik dacht, ja, waarom gaan we niet gewoon beginnen met de dichtste van Avengers gebouw? Dus bij Avengers gebouw was er een, of ja, Avengers villa. Was er eentje en ik dacht, hey, waarom gaan we die niet doen? Kijken van welke dat is. Hallo Gwenpool. Ja, de camera staat aan. Hallo. Oh, hallo. Oké. Turn your phones off and try not to make any loud noises because the three angriest dudes in Chronopolis are trying to take A-bomb. Ik heb de laatste missie dat we deden heb ik van Wonder Man gedaan en Hulk. Allee, Hulk niet, maar Hulk zit bij hun. Allee, ik bedoel, ja. Oh nee. Whoever it is going to get triple pummeled now. Well, this is odd. Oeh, Yellow Jacket en Ant-Man. Als je nog niet wist, Ant-Man, of ja, Hank Pym. Ant-Man is letterlijk drie of vier superhelden is. Yellow Jacket, Ant-Man, Giant Man. En ik denk dat dat alles is. Het kan zijn dat er nog een andere een is. Ja, ik denk het wel. Maar ja, is denk ik drie keer van kostuum veranderd en drie keer van naam veranderd. Of ja, zeker van naam veranderd. Want er zijn redelijk veel kostuums van Ant-Man. De klassieke, zoals je daarnet zag. De Yellow Jacket versie. De eentje van de MCU, dus de normale, dat jullie allemaal kennen. En dan ook nog, ja, Giant Man. Dus ja, Giant Man, zijn kostuum is blauw met geel, dat je daar ziet bij de laser. Dus oké, we zijn hier met Wonder Man, A-bomb. Kijk, Gwenpool staat erop. Dus Wonder Man, A-bomb en Hulk. Maar zien heeft, ja, voilà. Beam. Moeten we hier doen? Ah, oké, ja. Boom. Oké. What are you doing? It's not me. It's him. I know. Dan doen we dat even los. Other Hank? Oh, forget it. Hulk confused. Dat Hank. Hank good or Hank bad? Oh, nu snap ik. Dus, ah ja, T-Trace natuurlijk. Oh, ja, ja. Ant-Man is denk ik ook slecht. Ja, ja, want het verhaal van Lego Marvel Super Heroes 2 is Tate Racing. Oh, dus we vechten tegen twee Hanks. Oh, oké. Dus, nice. Ah, ja, ja, oké. Nee, ik snap het nu, ja, ja. Ik was even aan het verwarren, want misschien is er gewoon een dude die zijn kostuum heeft gevonden. En dacht, hey, Yellow Jacket is wel een coole naam. Bijvoorbeeld in de MCU is Yellow Jacket er ook al. Of zit Yellow Jacket in de MCU. Dus ik dacht, hey, waarom? Ja, ik dacht, zulke dudes. Maar nee, het is Tate Race. Oké, ja. Hoe kan Hulk hierin? Hallo, wat?
Laten we even transformeren in Rick Jones, denk ik. Zo noemt hij toch? Ja, Rick Jones. Bliep. Ja, oké. De camera is al uit, maar... Ah, oké. Nice. Dat is... Ezer, Lego object. Ja, oké. We hebben Iron Man nu niet. En nee, wat? Ik wou terug naar... Oké, geen probleem. We kunnen gewoon terug transformeren. Ik had vooral te lang gedrukt op het driehoekje. Oké, dus wat is er hier allemaal te doen? Ik moest wel even om zijn. Wat doe ik alleen? Wat? En hij kan onzichtbaar worden. En dat is gewoon dit. Een conclusie wat we hier kunnen doen allemaal. We hebben geen Captain America, dus we kunnen geen vuur uitzetten. Laten we eerst dingen kapot maken, want dat is altijd de strategie in deze Lego games. Als je vast zit en als je niet weet wat je moet doen, gewoon dingen kapot maken. Ah, hallo. Even naar Bruce Banner. Oké. Voilà. Gaan we Stan Lee redden voor de eerste keer? Yo, dat is wel cool. Maar zin is... Ah, oké, dit. Ik dacht dat met de Elden joystick was. Ik dacht dat eerst dit was, maar oké. Okay. Nice. Boom. Heb ik Stan Lee gered? Nee. Ah, jammer. Ik dacht dat we voor de eerste keer Stan Lee gingen redden. Ah, jawel. Wat? Oké, ja, nee. Stan Lee zit hierin. Maar we hebben Iron Man nodig, dus jammer. Wat kunnen we hier nog allemaal doen? Wij kunnen niet dat doen, dus hij gaat waarschijnlijk door een soort van ding worden gepower-upt. Dus we moeten ervoor zorgen dat hij uitvalt. Oké, wacht. De groen moet ik volgen. Oké, dat is kapot en ik zie er al dingen voor de Hulk ofzo. Dus... Wat kunnen wij hier allemaal doen? Kunnen wij als groot vuurtje dat vuur uitzetten? Of uiten? Wel, het lukt wel, maar... Oh, ja, wacht. Hulk heeft toch zoiets. Wacht, als... Wacht, ik ga eerst terug naar Bruce Banner, denk. Want Hulk heeft zo die grote klap. Heeft hij het? Ik weet het niet. Ah, ja, perfect, hij heeft het. Tja, ik bedoelde dit. Ja, wauw, ik ben slim. Ik was even niet zeker of hij dat kon doen. Maar hey, we leren bij vandaag, dat is goed. Oké. Dat kunnen we kapot maken. Zo'n bomen veronderstel ik. Oké, we moeten hier staan. En dan denk ik dat... Hopelijk waar Rick Jones zit. Of anders Bruce Banner. Of Wonder Man. We gaan eerst een keer proberen met Wonder Man om dan toch zijn. Hé, hey, kijk. Wauw. Wist ik zelf niet. We moeten ervoor zorgen dat blauwe... soort van kracht heeft. Hopelijk is dat goed. Of ja, energie heeft. Ik was aan het twijfelen wat ik wil zeggen. Kracht of energie. Maar ik kwam eerst op kracht. Maar oké, ja. Wat ik bedoelde zeggen was energie. Dus oké, heeft de energie geven of ja. Elektriciteit geven aan die deur gaat open. Dan moeten we even de Hulk of Wonder Man. Ik kan ze eigenlijk alle drie pakken. Doen we dit. Hopla. Dat gaat uit, die laser gaat uit, dat is goed. Dan kunnen we die kapot maken. Wacht, kan Hulk niet
een steen pakken of zo. Nee, wat? Oké, okay, dat doen we met de laser van Wonderman. Bing! Gaan we iets bouwen. Oké. Okay. Ja. Yeah. Het energieschild gaat uit. That did it. Nice job, yeah. Guys. Oké, okay, we kunnen nu Wonderman gebruiken. Oké. Thanks, guys. Now to catch him. I mean me. Oké, heel pak hem dan. Oké. Kan ook. God, Wasp is in here to see this. He's gone into the vents. Leave this to me, guys. Echt serieus, Ant-Man. Oh, wacht, wie was het? Rick Jones? Ik weet niet meer wie dat zei. Want ik kon het niet zien. Het ging veel te snel. Dus ja, dat was raar. Wel, ik kon gewoon Yellow Jacket pakken. Maar oké, geen probleem. We spelen nu met klassieke Ant-Man. En als je niet wist, in Endgame zie je een Easter egg. Zie die helm op de tafel liggen van de jonge Ant-Man of jonge Hank Pym. Dus laten we eerst hier gewoon naartoe gaan. Ik was aan het twijfelen. Is het midden? Maar oké, hier kan ook. Hopla. En nu? Wat? Daar is er niets, denk ik. Ik weet niet. Oké, proberen, want ik snap het niet goed. Oké. Daar was hij. En nu gaat hij waarschijnlijk rechts zijn. Als ik het goed heb. Twee keer krimpen, altijd leuk. Jeez. Ik denk dat hij hier is. Ah, oké. Okay. Hallo. Wat? Wat? Wacht. Hallo? Oh. Wow, ik was even bang dat het niet meer werkte. Wow, ik had even... Oh nee, ik had de video ook niet moeten doen. Maar... Wow, gelukkig is alles oké, okay, dus laten we nooit meer naar rechts gaan. Oké. Okay. Ai, ai. Oké, laten we dan maar... groot worden. Oké, we kunnen niet hierin. Oh nee, we gaan naar rechts moeten. Hopelijk gaan we niet naar links, zal ik doen naar daar gaan. Dus, anders zitten we weer vast. Dat wil ik niet. Maar ik ben zeker dat we hier gaan zitten. Voilà. Oké. Okay. Oké, dus als ik het goed heb, is... Allee, ik weet het al sowieso, maar deze Hank Pym is slecht. En de Hank Pym waar wij mee spelen is goed. Dus we spelen eigenlijk een soort van tegen elkaar, tegen onszelf. Maar oké. Okay. Dat is eigenlijk niet goed, want dat kan een tijd dingen vortex maken. En als je zelf ontmoet in de toekomst, dat heb ik geleerd van Back to the Future en alle tijdracefilms. Als je zelf ontmoet, dan is dat slecht. Want ik bedoel, ja, dan is er een soort van tijd... Vortex. Of wat was het? Ja, ik denk tijd vortex. Of een. Oh, wacht. Oftewel zeg ik nu verkeerd. Oftewel zeg ik het juist. Ik denk dat ik het verkeerd zeg. Maar, ja, oké. Okay, als je zelf ziet, kan de wereld letterlijk ontploffen of zo. Want ja, je ziet jezelf van de toekomst of van het verleden. Dat is niet goed. Maar ik weet niet of. Een time vortex, ik weet het niet meer precies van buiten. Maar het was iets. Zoiets. Dus, ja. Oké, laten we onszelf slaan. Oh, het is al gedaan. Wauw. Oké. Yeah. Hey. Maar ik kan er toch uit kruipen en ik bedoel. Hij kan kleiner worden en groter worden, dus... Ja, zie je? Ja, oké, dat is oké. Ja. Inderdaad, Gwenpool!
so he... No, hang on. If he went back earlier, so... All is well then. Ja, zie je, dat Gwenpool zit er mee bezig van. Tijd erin. Ja. Gwenpool doesn't like being confused. Oh, rustig. Zie je, zelfs zij zit erover na te denken. Wauw. Bye bye. Ja, laten wij dan de video afsluiten. Oh, er is een soort van menu dingetje. Waar we onze munten kunnen zien. Hey, dat wist ik zelf niet. Wauw. Hank beheersing. Oké, okay, level 7. Wat? Wij spelen. Wauw, wij spelen letterlijk een van de. Ik denk dat er 10 levels zijn. Wauw, we zijn bijna het laatste level. Ik bedoel 7. Is dicht bij 10. Ook dicht bij 5. Oké, okay, ja. Maar, oké. Okay. Goed, 20 miljoen munten. Dat is zeer goed. Is dat een pink brink? Een pink brick? Ik weet niet of we dat nu hebben vergrendeld. Yellow jacket. Yeah. Oké. Okay. We hebben maar één mannetje daar. Ja, oké. Okay. Want je kan daar rechts van onder zien. Of hebben we er twee? Nee, één, oké. Okay. Is goed, is goed. Laten we dan maar doorgaan naar Chronopolis. Hier zien we prachtige Chronopolis. Met Nowhere, die skelet daar in de ruimte. Oh, we kunnen er... Nee, ik denk dat ik per video één level ga doen. Want ja, ik weet niet, dat is leuker, denk ik. Oké, okay, jongens en meisjes. Hopelijk heb je genoten van deze kleine video, denk ik. Maar ja, als je meer wilt van Lego Marvel Super Heroes 2, laat het achter in de reacties. En dan zie ik allemaal later. Een dikke, vette, doei!